Oké. Dat was de koelkast. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Arthur op vakantie. En vandaag ga ik dus heel mijn dag ga ik eigenlijk filmen en het wordt echt hartstikke vet. Ik ga straks even mijn kamer laten zien en dan wil ik nog wat leuks doen. Ik wil zeg maar daarboven staan en dan wordt het hartstikke leuk. Ik ga straks zwemmen en het wordt super vet. Ik laat nu even het zwembad zien, dat is ook leuk om te zien. En dan zie ik jullie weer zometeen. Ik ga nu even naar het huisje. Dat komt omdat ik de iPad even in het huisje moet neerzetten. En en ik ga even de kamer laten zien aan jullie. Deze meneer die zit heel de tijd altijd zijn auto te wassen. Fucking vet. Hij zit echt iedere dag zit zijn auto te wassen. Ik ga nu naar het kamertje toe. Was dat een salamander? Een salamander. Dat was geloof ik een salamander. Die laat ik ook wel een keer zien in de vakantie. Maar ik ga dus naar de kamer toe. En dan laat ik een beetje de kamer zien natuurlijk. Dat is hartstikke mooi. Dat is een salamander. Ik ga jullie het laten zien. Dat is een salamander. Zie je hem daar? Wow, fucking vet. Oh, dat zijn er twee. Dat is echt nice. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk om te laten zien. Ik pak weer even de iPad die ik op de grond heb gesmeed omdat ik een fucking salamander zag. Maar dit is dus het huisje. Holy guacamole. Arthur is in het huisje en het is een prachtig huisje. Even kijken, ik doe even de lichten aan. Oh shit, dat is voor de ventilators. Dat is wel leuk om te vertellen. Dit knopje hier, ik geloof hier, dat is gewoon voor de ventilator. Dus wat ik eigenlijk moet doen is aan dit touwtje trekken. Je weet toch als je zeg maar de wc doortrekt. Nou, zo'n touwtje en dan doe je. Doet hij? Oh ja, hij doet het, hij doet het. Dan gaat even kijken, dit lampje aan. Daar zo. En ja, ik zal een beetje de kamer laten zien. Deze doe ik dan even weg. Ik wil dus daar boven komen. Om dus van bovenaf het kamertje te gaan filmen. Dus dat wordt echt hartstikke vet. Dat wordt echt hartstikke vet. Even kijken. Dus dan ga ik eerst even op de grond laten zien hoe het eruit ziet. En dan ga ik naar boven en dan ga ik jullie laten zien hoe het van bovenaf perspectief is. En staat hier een tv. Hier een tafel. Hier een stoel. Hier een bank. Het is prachtig. Het is een mooi huisje. Zeker weten. Maar ik kwam eigenlijk hier om mijn koptelefoon te halen. Dus dat ga ik dan ook even doen. En trouwens, ik heb hele mooie kaartjes. Moet ik ook even laten zien. Ik moet eigenlijk alles even laten zien hier. Even kijken hoor. Nou, kijk eens. De BritTV kaartjes. Hartstikke vet. Oh, ik ben er echt blij mee. De BritTV kaartjes, daar ben ik echt blij mee. Ik neem het ook altijd mee. Want mensen die gaan natuurlijk gaan ze vragen van... Ja, wat ben je aan het doen? En dan zeg ik... Nou, ik zet films op YouTube. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik denk dat ik weer naar de het zwembad ga of de lobby. En dan zou ik even de lobby laten zien. Super vet allemaal, maar het huisje is natuurlijk veel vetter. Kijk eens, dat is het huisje. Echt prachtig, echt mooi. Echt een mooi huisje. Echt mooi. Ze hebben geen open haard, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus ik ga dan nu naar de lobby even muziek luisteren. Dus dan zie ik jullie weer zo. Kijk, en dan zijn we nu bij de lobby. En dit is dan, zeg maar, waar ik heel de tijd zit. Ja. En dan kan je dus eigenlijk, er is een zwembad. En dan ga je gewoon hier zitten met wifi. Dan kan je beter naar het zwembad gaan, maar... Sommige mensen zijn een beetje gek om heel de dag hier te zitten. En daar ben ik één van. Wacht jongens, voordat ik mijn boterham met pindakaas ga eten. Mijn tante is er niet meer.
want die was er eerst. Ik ga even er bovenop proberen te klimmen. Oh, dit wordt heftig. Oh, dit wordt heftig, jongens. Oké. Dat was de koelkast. Oh, ik weet niet of dit kan. Want de koelkast brak nu al een soort van. Ik ga het gewoon vanaf de koelkast laten zien, want de koelkast brak al. En dat is niet heel erg leuk. Ik sta nu op de koelkast. Fuck. Weet je wat er gebeurde? Die koelkast ging open opeens. Oké. Nou, dit is dus waar ik in woon nu. Dit is een bank. Een heel mooi tafeltje. Daar slaap ik echt heel erg zielig. Heel erg zielig. En dit is dan de keuken. Doe niet zo stoer met je boterham. Ja, en dan ben je fris en fruitig. En dan ga je weer in de lobby zitten voor fucking wifi. Hoe gaat dat? Met alles eigenlijk. Dus ik ga nu naar de wifi. Holy guacamole. Arthur is ook naar de wc gegaan. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van deze video. Doe dan even een duimpje omhoog. Even abonneer hieronder. En plaats een leuke reactie. Dat vind ik ook leuk. En ja, morgen gaat de dag weer verder. En dan ga ik weer een video maken zoals hoe het nu was. En ja, de dag is gewoon voorbij. Ik ga slapen in dat krankmikkige bedje. Maar ik zie jullie weer volgende week zondag om 4 uur.